Mijn naam is Tijmen Wilburg en ik wil het vertellen over ons concert binnenkort met onze chefdirigent Dimitri Lies en pianist Hannes Minnaar, eigen Nederlandse solist. Daar zijn we altijd heel blij mee als iemand zo fantastisch kan uitblinken uit eigen gelederen. We spelen muziek van Karlowitz, een vrij onbekende Poolse componist. En misschien wel onterecht onbekend, maar in ieder geval zeer de moeite waard. Het tweede pianoconcert van Chopin en last but not least de zesde symfonie van Tchaikovsky, bijgenaamd de Pathetiek. Het is een hartverscheurend stuk muziek, want het intieme geluid van die strijkers, dat heeft een enorm effect, een enorme zeggingskracht. Juist omdat hij zo dicht bij zijn eigen persoonlijke expressie bleef, vond hij een vorm waarin hij zich kon uitdrukken. Dus het is op persoonlijk vlak een meesterwerk, maar ook qua constructie en vorm is het een meesterwerk. Vernieuwend eigenlijk. Ik verwacht dat met Dimitri Lies dit een heel mooi concert wordt. Hij is een Rus en die Russische ziel, die begrijpt hij. Dus ik denk dat dit een heel mooie ervaring wordt.